Coach, welkom vandaag. Vorige week speelden we korte tijd twee toppers. Tegen RWDM moest je twee vaste waarders vervangen, Max en Thomas. Uw vervangers doen het dan uiteindelijk uitstekend. De wedstrijd tegen Beveren komt eraan. Je laat de jongen staan. Heb je daar lang moeten over twijfelen? Twijfelen, ja, voor elke wedstrijd bekijk je sowieso wie er fit is, wie goed aan het trainen is, wie goed een match gespeeld heeft, wie in aanmerking komt. Dus voor elke wedstrijd bekijk je wel, is altijd wel nadenken van hoe je gaat starten, ook in teken van de tegenstander. Moet je ook een beetje bekijken van wie gaat er beter om met die soort pressing of die duelkracht van de tegenstander. Er zijn altijd zaken die je rekening moet houden. Dus in dat opzicht was het ook de wedstrijd tegen RWDM was dat het ook twee jongens die geschorst waren. En de jongens die toen gespeeld hebben, hebben het heel goed gedaan. Ze hebben een heel volwassen wedstrijd gespeeld, in moeilijke omstandigheden. En dan is de wedstrijd daarna terug de keuze maken van terug in functie van de tegenstander, ook in functie van je eigen, van de sterkte. Dus er zijn keuzes die je maakt en elke keuze is gemaakt in eer en geweten. En je moet ook altijd denken in functie van de ploegbelang. Dus zijn alle keuzes altijd in elke wedstrijd geslaagd? Nee, dat is nooit. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, er zijn ook wel dingen die slechter kunnen. En achteraf is het altijd gemakkelijker om conclusies te trekken, maar ik zeg het, nu zou ik altijd dezelfde keuzes maken als toen. Na 45 minuten in Beveren, het ging moeizaam. Mm-hmm. Denk je daaraan aan van, oei, had ik nu toch maar een andere keuze gemaakt? Nee, of doe je dat pas na de wedstrijd? Nee, omdat ik vind de eerste helft, de goal die we weggeven, is eigenlijk een goal dat we weggeven. En we hebben de eerste 20-25 minuten heel veel mogelijkheden gehad om te scoren, om gevaarlijk te zijn. Het lag een beetje aan de laatste pas dat niet uitkwam of de verkeerde keuzes die we gemaakt hebben. Dus ik denk dat dat niet echt lag aan de bezetting van de ploeg, maar een beetje meer uit de uitvoering van bepaalde situaties. Ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn dat we voor enkele spelers of voor veel spelers een minder wedstrijd was. Dus in het algemeen was het een klein beetje een mindere dag van de ploeg. Maar ondanks dat vond ik dat we toch nog de kans hebben gehad om gelijk te spelen, 2-2. En dat we genoeg mogelijkheden en momenten gecreëerd hebben om gevaarlijk te kunnen zijn. We hebben niet de grote kansen gehad of veel kansen gecreëerd. En daar hebben we ook door onze eigen fouten is dat gebeurd. En daar hebben we uitgeleerd, hebben we bekeken, we geanalyseerd. Maar ik denk, ik zal nog altijd dezelfde keuzes maken en ik denk dat ik altijd beslissingen neem in het ploegbelang. Ja. Nu komt zijn drie thuiswedstrijden op een week tijd. Hoe bouw je dan zo'n trainingsweek op? Dat is gewoon vooral zien wedstrijd bij wedstrijd. Ik kijk niet te ver naar wedstrijd nummer 2 of wedstrijd nummer 3. Nu is het echt voorbereiden naar de wedstrijd van zondag toe tegen Lommel. Deze week is ook vooral proberen zoveel mogelijk man fysisch zo goed mogelijk in orde te krijgen. Omdat je toch heel de keren praktisch gaat nodig hebben voor die drie wedstrijden. Je probeert de jongens zo fris mogelijk en zo sterk mogelijk je ploeg aan de afstand te krijgen. En het fysieke belang in het hedendaags voetbal is heel belangrijk. Dat is ook onze kracht geweest dit seizoen. Dus daar moeten we sowieso naar kijken, naar de volgende wedstrijd. Dat we proberen in functie van frisheid en fysieke paraatheid de keuzes gaan maken. Maar nu is vooral eerst de wedstrijd van zondag toe voorbereiden. En dan, als die wedstrijd gespeeld is, dan is pas eigenlijk echt naar de wedstrijd van woensdag toe werken. Oké. Okay. Ja. Onze naaste concurrenten, laat ons zeggen, Beveren, 7 nieuwe aanwinsten, RWDM, 6 nieuwe. Wij 2. Waren dat de profielen die je zocht en waarom? Ja, ik denk dat we, zeker als je ziet het profiel van Thibaut of Persijn, rechts aanvallende speler, een beetje het type dat we een beetje misten, zeker met het uitvallen van Tuur. Dus in dat opzicht was dat profiel dat we wel echt wel zochten. En met Matthias Fixel hebben we iemand erbij gehaald met gewoon heel veel kwaliteiten. Ik denk, het was ook de bedoeling om niet te veel volk bij te halen, van dat we een evenwichtige kern hebben. Ik wilde ook niet te veel volk erbij halen om dat onevenwicht erin te krijgen. En voor de rest denk ik dat de jongens zich getoond hebben dit seizoen en verdienen om nu speelminuten te gekregen hebben. En ik denk niet dat we moeten bijhalen om bij te halen. Ik denk dat we heel gericht gekeken hebben naar profielen die we zochten.
En ben heel tevreden met de kern die we nu hebben. Oké. Met die twee jongens erbij komen we wel tot een A-kern van 31 spelers. Ja. Dat wil zeggen dat er 20 niet op het veld staan, hè? Laten we het zo zeggen. Hoe hou je die tevreden? Doe je dat individueel gesprek? Ja, nee, gewoon heel. Ik denk het belangrijkste is eerlijkheid naar de jongens toe, waarom ik keuzes maak. De jongens weten dat mijn deur altijd open staat. Ik ga niet iedereen individueel opzoeken om aan iedereen uitleg te geven. Als ik vind dat enkele spelers dat verdienen, dan zal ik dat ook wel doen. Dan zal ik ze individueel gesprek hebben. Maar ze weten dat mijn deur altijd open staat als ze vragen hebben. En ik ben een coach die altijd heel eerlijk zal zijn naar jongens toe om uit te leggen waarom die keuzes maak. Zijn ze ermee eens, dat is iets anders. Maar voor mij is het belangrijkste dat ze de keuze respecteren. En vooral de jongens respecteren die misschien op dat moment hun kans wel krijgen. Want in het voetbal weet je, het kan heel rap gaan en het kan heel rap veranderen. En op een bepaald moment, misschien één week of wedstrijd spelen niet. Het kan even goed zijn dat je in de loop van de wedstrijd of de volgende wedstrijd wel speelt. En dan is het belangrijk dat je dezelfde ondersteuning en respect krijgt zoals jij die ook gegeven hebt aan die ploeg. Ja. Dat is toch iets dat je ook altijd benadrukt in de nabespreking van een wedstrijd onmiddellijk. Hè? Dus hè, ook de invallers die altijd bij ons heel goed invallen eigenlijk. Ja, dus je betrekt die er toch ook altijd bij. Maar die zijn minstens even belangrijk als de jongens die starten, dat zeg ik altijd. Ook de jongens die misschien niet op het wedstrijdblad terechtkomen. Die jongens zorgen voor de hele week ook dat er een heel goed trainingsintensiteit is en kwaliteit. Dus die zorgen ook dat de jongens, dat iedereen scherp wordt gehouden. Dus die jongens zijn voor mij ook minstens even belangrijk. En dat is iets dat ik heel belangrijk vind om te accentueren, omdat de jongens het ook verdienen. Ik denk, meestal zijn het de jongens die spelen die in de picture komen, of de jongens die scoren, of de jongens die een goede actie maken. En dat verdienen ze ook op dat moment, omdat ze toch prestaties leveren. Maar ik vind de jongens die dag in dag uit elkaar helpen om te ondersteunen en elkaar scherp houden. En de jongens die dan invallen, bijvoorbeeld met wedstrijden, die dan de ploeg helpen met een bepaalde actie of een bepaalde verdedigende actie. Die jongens die zijn minstens even belangrijk. En dat is heel belangrijk dat iedereen dat begrijpt en verstaat. Ja. En ik denk dat dat ook wel momenteel ook wel typeerd is voor dat iedereen dat wel accepteert en inziet. En dat maakt gewoon die groep heel sterk. Ja, oké. Okay. Een ander iets, toevallig Egypte-Marokko gezien vorige week. Nee. Maakt niet uit. Er was op de laatste minuut, Marokko stond achter. Hè. Ja. Doelman gaat mee naar van voor, vrije trap komt. En in plaats van die bal onmiddellijk voor doel te gooien, gaat er een pasje opzij. Ook hier wordt dat de laatste tijd veel meer gedaan. Ja. Veel meer variatie in. Was er mis aan met een bal ineens voor niks, te brengen? Er is niks mis aan. Dan denk ik ook een beetje moet kijken naar de mogelijkheden die er zijn, de ruimtes die misschien vrij zijn. Ook dus de type spelers die je hebt. En het kan goed zijn dat je door de bal lukraak in de 16 te gooien, dat je ook een kans creëert, dat weet je niet. Maar wij denken dat we al heel vaak gevaarlijke situaties gecreëerd hebben door variaties. We trainen er heel veel op. En wij komen heel vaak in gevaarlijke situaties. Alleen nog het laatste 5%, dat doelpunt, het afwerken van de mogelijkheden, moet nog omhoog. Dat is het moeilijkste. Maar ik denk dat we, als je kijkt hoeveel keer dat we het eerste contact hebben in de 16, dat wordt vaak gekeken in stilstaande fases, ligt dat bij ons vrij hoog. En dat is heel positief. Ik begrijp dat soms mensen vragen van ja, waarom al die variaties of in plaats van een directe bal in de 16 te gooien, misschien 1, 2, 3 passen tussendoor, maar dat doen we omdat we informatie hebben waarmee we gewerkt hebben, we hebben dat ding eens getraind. Maar ik zeg het, als een speler ziet dat er iemand vrij staat en jullie gooit de bal direct in de 16 en we worden daardoor gevaarlijk, is dat voor mij prima. Want voor mij is het belangrijk dat de jongens initiatief durven nemen en hun verantwoordelijkheid nemen om een bepaald moment, een bepaalde actie of pas te geven. Dus. Maar het is. Ik begrijp dat, maar zeker op het moment dat het niet lukt, dat je denkt van waarom gooit die bal niet. Ja, dat is een keuze gemaakt en ja, okay. Daar staan we achter. Dat is ook de evolutie in het hedendaagse voetbal. Ja, maar dus ook, ik denk in jouw tijd was dat minder. Minder, omdat er ook veel minder op getraind wordt, bijna niet getraind wordt op stilstaande fases. Ja. En ik denk dat het belang van stilstaande fases alleen maar groter en groter geworden is de laatste jaren. Dat is meer en meer specialisatie geworden. En ik ben er ook van overtuigd dat dat een specialisatie is waar je op kan trainen.
waardoor je de efficiëntie omhoog kunt halen en brengen. Maar we hebben gewoon nog dit jaar nog maar de pech gehad dat de laatste 5% niet juist meeviel en dat we nog niet de percentuele doelpunten gehaald hebben die we eigenlijk verdienden. Ja. Maar daar blijven werken en dat komt wel. Dat is goed. Laatste vraagje. Ik weet dat je er heel veel mee bezig bent. Hoeveel punten hebben we nog nodig om het ultieme te bereiken? Heel veel mee bezig. Dat is gewoon een berekening gemaakt, maar dat is iets dat ik intern hou. En wat ook niet het belangrijkste is, voor mij is het belangrijk de volgende wedstrijd. Elke wedstrijd is heel belangrijk. Elke wedstrijd is een wedstrijd waarbij je 3 punten kunt halen. Dat je misschien een stap dichter bij het doel kunt halen. Maar voor mij is de uitslag nooit niet het belangrijkste. Voor mij is het altijd het belangrijkste hoe we spelen, de manier hoe we spelen. De manier hoe wij ons tonen op het veld. Dat is al het belangrijkste. En als we dat trachten te doen op een goede manier, met de juiste intensiteit, met de juiste mentaliteit, en samen met onze kwaliteit als ploeg, dan denk ik dat het resultaat sowieso volgt. En dat hebben we dit seizoen al meermaals gezien. En de spelers weten dat. Dat ik niet ben bezig met resultaten of mijn punten. Het is altijd het gevolg van hard werken en de juiste manier werken. En dan krijg je wat je verdient. Oké. Dan wens je nog heel veel succes, coach. Merci, Peter.